U Heer Jezus, de Messias van Israël, verlosser van uw volk en de komende koning van uw volk, u hebt het werk volbracht. En u hebt ons de opdracht gegeven uw werk, uw evangelie, uw koninkrijk bekend te maken. En dat willen wij doen. Geef ons daar geopende oren en harten voor om uw stem daarin te verstaan. En inspireer vanavond ook Gerard van Loon met uw geest, omdat hij daarin uw woorden zal spreken en juist zal weergeven wat u wilt dat we zullen horen. Dank u wel dat wij het allemaal van u mogen verwachten. In Jezus' naam. Amen. Amen. Dankjewel, meneer. Dan kan ik eindelijk aan mijn koffie beginnen. Ja, goed. Ik ga die kruiden. Zo kan ik je beter zien. Jullie zijn vanavond allemaal al welkom geheten door mijn broeder van der Laan. Maar het is toch nog fijn om opnieuw te zeggen dat ik het heerlijk vind dat ik jullie mag toespreken in de naam van Jezus. Maar het gaat niet om de naam van de Ecclesia Evangeliekorps of welke naam we ook kunnen bedenken. Maar het gaat om de naam van onze God. De naam van de Heer Jezus. Daar gaat het om. Het gaat niet om ons, het gaat om zijn eer. En als we dat doorkrijgen, dat het alleen om zijn eer gaat, dan komt er de hele tijd niks. En dan zijn wij als mens aan de beurt. Dan kunnen we daar de vruchten van wegdragen in ons leven. De lezing van vanavond heet De Bekering van een Volk. En ik vond het ook schitterend, want geen ding gebeurt bij toeval. Vandaag kreeg ik in de bus het blaadje Christenen voor de Waarheid, een nieuwsbrief. Die hebben een nieuwsbrief uitgegeven, Reformatie in onze tijd. Die hebben weer 96 stellingen geschreven in onze dag. Het is eigenlijk heel schandelijk. Wij in 1996, die zoveel van het rijkdom van het woord van God hebben gekregen. God heeft ons heel veel geopenbaard. En wat hebben we er als volk mee gedaan? Dat deze mensen opnieuw 96 stellingen moeten maken om het volk weer te bewegen, terug te keren naar hun God. Als je, ik weet niet hoe het u vergaat, maar als je een verhaal moet schrijven, of een lezing, of een preek, hoe je het noemen wil, dan gaat er altijd heel veel door je heen van, wat zal ik op zo'n avond allemaal niet zeggen? En dan verzamel je heel veel, en dan blijkt het weer te veel te zijn, dan moet je dat schrappen, weer omzetten. En vandaag had ik dat ook weer, toen dacht ik, nee, nu laat ik het staan, ik zet het op het schrift. En wat de Heer op mijn hart legt, dat laat ik naar boven komen. Zoals we vanavond bij elkaar zitten, weet ik vrijwel zeker, en daar kijk ik Jan heel ernstig aan, dat we de Heer persoonlijk kennen. Dat we een persoonlijke bekering hebben ondergaan, ieder op zijn eigen wijze. Maar we hebben allemaal een keer gekozen voor Jezus. Wie niet vanavond? Ze hebben allemaal gekozen, wat heerlijk hè. Dat komt zelden voor dat je in een samenkomst, dat ze allemaal zeggen, zwijgen, want wie zwijgt stemt toe, dat ze Jezus als hun persoonlijke verlosser hebben aangenomen. En dat is een hele grote genade die ons te deel is gevallen. Dat beseffen we niet altijd. Maar toen we die stem van die God hoorden, dat die Heilige Geest ons bracht bij Jezus, dat hij leerde ons onze zonden te onderkennen. En toen gingen we ons schamen, zo gebeurde dat bij mij. En dan zegt hij, nou zal ik je niet veroordelen, maar ik zal je uitnodigen om deel te nemen aan mijn heerlijkheid. Wat vind je daar nou van? Heb ik in het begin natuurlijk inwendig wel wat geprutteld. Dat ik onwaardig was, want ik het, maar op een gegeven moment kon ik daar toch niet meer tegen die stem van die Heilige Geest. En toen iemand op een avondtocht sprak, het was net of diegene tot mij sprak, dat als je met God wil omgaan, dat je voor Jezus moet kiezen. Dat heb ik gedaan. En die keus werkt na 20 jaar nog, hè, want vanavond sta ik dan nog hier.
En nou is het heerlijk om in je eigen persoonlijk leven, je bekering, nog eens op een rijtje te zetten. Maar wat ik eigenlijk nog mooier vind en wat weinig christenen weten is, dat God heeft wel oog voor de persoonlijke bekering van elk individu. Daar heeft hij alles voor in het werk gesteld wat mogelijk is. Maar God heeft ook in zijn boek laten neerschrijven dat hij op het oog heeft, en dat is zijn uitdrukkelijke wens, de bekering van gans Israël. Maar dat evangelie hoor je heel weinig van de kansen. Er wordt altijd gepredikt over de individuele mensen, dat is goed. Maar we kunnen niet bij die individuele mensen blijven stilstaan, want die God is veel groter als wij zoals we bij elkaar zijn. Nou, in dat woord van God heeft hij uitgelegd, voorzegd, dat hij zelf zal zorgen dat zijn volk Israël tot bekering zal komen. Nou is het altijd zo met de waarheid, en dat is al vanaf Kaïn en Abel, is de waarheid altijd vervochten totdat de dood erop volgde. Vanaf Kaïn en Abel, tot in onze geschiedenis is het zo dat dat zo is. De waarheid moet heel duur bevochten worden. De waarheid wordt ook altijd verdraaid. Anders geïnterpreteerd, als het ons niet aanstaat, maken we er zelf maar een draai aan. Maar God kreeg het voor elkaar om in deze woelige tijd waarin we leven, om zijn waarheid boven tafel te krijgen. Dat is heel voorrecht, om dat te weten, zo'n waarheid. Is het ook belangrijk dat als je God leert kennen, dat je ook zijn tegenstander leert kennen. Vorige week waren we op een avond en toen sprak iemand over andere zaken. Toen had hij het over de antichrist. En daar ging die man zo uitvoerig op in. En dan word ik wel eens een beetje kriebelig. Dan zei ik, ja, we weten eigenlijk alles van de antichrist. Maar Christus kennen we niet. Ik ken liever Christus en de antichrist niet. Hè? Dat weet toch mee eens, of niet? Maar het is ook aan de andere kant wel eens goed om een beetje te weten wie is nou die tegenstander van God. Nou, ik heb er een paar opgenoemd. De verlichten, de illuminati, de mensen die denken op een hele andere manier dat aardrijk te besturen. Zich in allerlei bochten wringen, de geheime organisaties zoals vrijmetselarijen, noem al die lui maar op. De communisten hebben het gedaan. We hebben nou andere fatsoenlijke mensen, die noemen zich sociaaldemocraten. Maar ze komen allemaal uit die ene hoek van het socialisme, wat eigenlijk communisme is. Daar komen ze uit voort. En die worden bestuurd door die tegenstander van God. Communisme is puur iets wat uit de koker van de duivel komt. En die lui hebben gewoon een paar regeltjes opgesteld om die God te bestrijden. In de eerste plaats zeggen ze, je zwijgt God dood. En dat doe je ook met zijn kinderen, met zijn volgelingen, die zwijgen je ook dood. Als dat nou niet lukt, ga je er kwaad van spreken. Dan gaan we God in discrediet brengen, dat doe je ook met zijn kinderen, met zijn volk. En als dat nou niet lukt, dan noemen we stap 3, dan liquideren we ze. Dat hebben ze ook met miljoenen gedaan. Hè? Dus in die dagen, zoals wij leven als mensen op aarde, zijn er heel wat mensen al gestorven om de naam van de Heer Jezus. Maar dat moet ons ook aan de ene kant radicaal maken dat we kiezen voor Jezus, dat we van Hem getuigen, maar aan de andere kant ook goed weten dat we de kosten berekenen als we Jezus volgen en zijn waarheid willen brengen. Niet onze waarheid, als we zijn waarheid willen brengen, dan zegt Jezus, dan word je vervolgd. Heb ik wel eens gedacht, nou, het maakt mij niet uit. Maar ik moet u helaas bekennen dat ik soms net als Petrus bij het kampvuur zit en dan zeggen ze, heb jij hem ook gekend? Dan heb ik wel eens de neiging te zeggen, nee, ik heb hem niet gekend. Die dagen zijn er zeker in mijn leven geweest, want dan was het ongepast. Dan dacht ik, nee hoor, dat doe ik niet. Maar gelukkig heeft die Heilige Geest me over verteld dat dat de verkeerde weg is. Dus nou proberen we gewoon die waarheid van Christus te brengen. Zegt Paulus gelukkig, gelegen of ongelegen, dring erop aan. Hè? Dus dat willen we met deze avonden doen, die waarheid van God aan de mensen brengen. En die waarheid van God is heel duur
bevochten. Is ook heel duur gekocht, want Jezus heeft ook zichzelf gegeven voor zijn waarheid, om daarvoor uit te komen. En ik zou je vertellen dat het hem niet in dank is afgenomen. Wat had Jezus veel vijanden op aarde. Onvoorstelbaar veel. Maar Jezus heeft het gewoon gedaan. Nou is het zo heerlijk dat Jezus kon terugkijken op een rijk verleden van zijn volk. Als Israëliet, als de Messias van Israël, was hij opgevoed met het woord van God. Met de wet, met de profeten en alles wat daar beschreven stond. En daar is hij als kleinkind in grootgebracht. Sommige mensen denken wel eens dat Jezus toen hij geboren was al vol wijsheid zat, dat hij niks hoefde te leren. Maar ik denk dat dat een verkeerde gedachte is. Jezus is mens geworden net als wij en hij moest, net als wij, alles wat geschreven staat, moest hij leren. Dus hij is daar heel goed in onderricht. En ik denk niet dat Jezus in de clinch is gegaan met zijn vader, met sommige opmerkingen van daar ben ik het niet eens, dat zal ik het maar zo even uitleggen. Nee, dat heeft hij nooit gedaan. Hij heeft elk woord wat zijn vader heeft laten opschrijven, ter harte genomen, doordacht, met zijn vader overlegd en gepredikt. Vandaar ook dat bij Jezus ook alles lukte. Als Jezus bad en hij zei of wat hij ergens was, of die bruiloft van Cana, dat hij daar zijn eerste wonderen doet en al die andere zaken, dat kon hij ook doen omdat hij zeker wist dat wat zijn vader had geschreven en gezegd door de profeten, dat dat uit zou komen. Daar twijfelde hij geen moment aan. Nou, dat is ook iets wat ik graag wil hebben. Dat als ik het woord van God hoor, lees of toppen krijg door een preek of wat dan, dat overdenken, dat in mijn hart te bewaren en daar nou niet twijfelend mee bezig zijn. En ik moet u vertellen dat het voor mij wel eens moeilijk is. Ik denk dat u er ook wel eens last van hebt. Dat je denkt van nou, het staat er wel zo mooi, maar in de praktijk, hè. Maar toch, en dat mag hoor, je mag twijfelen bij God gelukkig. En dan kan je rustig naar hem toe gaan en zeggen, Heer, hoe was het oorspronkelijk ook alweer? Nou, dat is een van die mooiste dingen, dat God al heel vroeg, toen die mens ging zondigen, Adam en Eva, al een reddingsplan heeft opgesteld voor die wereld. En daar heeft hij ook zijn tijd voor genomen, want het is een goed reddingsplan. En in het reddingsplan heeft God geformeerd een volk op aarde die lief had met heel zijn hart. God. En hij heeft ook in zijn wet laten neerzetten dat volk elkaar moest lief hebben met hun hele hart, gedachten en kracht. Dat is wat. Hij leerde dat volk dat ze hem moesten lief hebben, net wat ik genoemd heb, en dan ook jezelf lief hebben. Dat is belangrijk bij God. God zegt hem lief hebben, je eigen lief hebben, en dan pas ken ik jou lief hebben. Of niet? De wereld is precies andersom, hè? Wij worden al geleerd dat we ons heel bescheiden moeten opstellen. Vandaag had ik mijn broer nog over dat als er twee koekjes op de tafel, de ene is een beetje groter dan de andere, laat jij, dan heb je geleerd dat je het kleinste moet pakken, hè? Nou, bij God is dat precies omgedraaid. God wil dat we het grootste deel pakken. Want bij God nooit bescheiden wezen, want vals bescheiden doe je jezelf aan tekort. Nou, toen God dat volk heeft geformeerd, en dat verhaal kennen we natuurlijk, hè, via Abraham, Isaac en Jacob, een groot volk. En toen dat volk dan naar Egypte ging, en dat het daar geknecht werd, en toen dat volk ging jammeren, want dat was heel slecht, toen hoorde God dat zijn volk onrecht werd aangedaan. Nou kennen we dat schitterende verhaal, dat hebben we bijvoorbeeld op de zondagschool al gehoord, dat God het volk uit Egypte gaat bij elkaar brengen en bevrijden met een sterke hand. Dat is niet stilletjes gegaan, dat is niet fluisterend gegaan, maar heeft dat volk met een sterke hand, heeft hij uit Egypte gehaald. Breng het in de woestijn bij een berg. Mozes moet bij God op het matje komen en God gaat daar een geweldig iets creëren wat in de geschiedenis van de mensheid nog nooit is voorgekomen. Hij creëert een koninkrijk naar zijn maatstaven. Peter spreekt over een koninklijk priesterdom. Wat uit God is voortgekomen. En God had het zo goed voor met dat volk. Dat zou een subliem volk worden op deze aarde. Een volk die zo demonstratief zal zijn dat de andere volken zouden vragen, want dat was de bedoeling van God. Wie is nou jullie God?
Helaas, dat volk is er nooit aan toegekomen, is al heel snel aan de mor gegaan. En plaats dat ze zich aan die zegen, aan die belofte van God vasthielden, dat ze een groot volk zouden worden, rijk, niet alleen gezegend voor zichzelf, maar om tot zegen te zijn, hebben ze zich eigenlijk van God afgekeerd. God gelukkig nooit van Israël. Nou, dat volk gaat zondigen en God moet dat naar de Assyrische ballingschap doen, een groot gedeelte, en een gedeelte naar de Babylonische ballingschap. Hij moet zelf tegen dat volk zeggen, Lo Ami, niet meer mijn volk. Veronderstel nou eens dat Beatrix zegt op een dag van, ik ben dat Nederlandse volk zo spuugzat, het is zo dwarsliggerig, daar is niet over te regeren. Jullie zijn mijn volk niet meer. Dan moet zij de biezen pakken. Kun zij hier niet blijven. Dan moet ze weg. Maar God deed het andersom. God liet dat volk weghalen. En onder andere volkeren verstrooien. Dat is wat. In de Tweede Wereldoorlog hebben heel veel mensen meegemaakt die gedeporteerd zijn. Nederlanders, te werk gesteld in Duitsland en nog veel verder. Er waren zelfs plannen om heel Nederland in Polen ergens onder te brengen, heb ik wel eens gelezen. Dat ze ons Nederlandse volk onder de Polen wouden verstrooien. Dus mensen die dus in de Tweede Wereldoorlog in werkkampen hebben gezeten en dat soort dingen, die weten een beetje aan de lijve wat het is om verstrooid te raken. Uit je land weggehaald te worden en in een ander land neergezet te worden. Nou, God moest dat helaas laten doen met zijn volk Israël. Want God is een rechtvaardig God en hij kan geen één straf of geen ongerechtigheid door de vingers zien. Maar God heeft een geweldig reddingsplan opgezet. Hij liet al heel vroeg zeggen dat hij zegt, ik zal mijn volk verlossen. Ik zal het weer maken, mijn volk. En God die roept uit zijn volk een profeet, Jeremia. En nou gaan we vanavond even ons huiswerk doen. Nou gaan we lezen. We gaan lezen Jeremia. Het 31ste hoofdstuk die mij zeer dierbaar is. Vers 1 tot 24. En die gaan we op onze magie. Ik heb alles op schrift staan. Ja, dat geeft je gortje. Als ik iets niet goed doe en jij luistert dat dag, dan kan je je vinger opsteken. Ik kan het corrigeren. Jeremia 31, Ans. En dat gaan we nou eens heel langzaam lezen. En dan probeer ik bij die teksten even stil te staan. Ik heb hier boven gezet. Er komt een dag van een heerlijke volksbekering. In vers 1 lezen we die heerlijke woorden, daar begint het mee. God heeft net gezegd dat we leven in het allerlaatste moment van de tijd dat wij verwachten Jezus terug. Dat is de laatste dagen, het allerlaatste uur van die laatste dagen. Daar heb volgens mij Jeremia het over. Ja, ik wacht nog even, want die bijbeltjes zijn zo dun tegenwoordig, hè? Ja. Van 1 tot 24. We gaan 24 versen lezen. Ja, we hebben vanavond wat te doen. En juist als je daarbij stilstaat, dat zegt vers 1, te dien tijden, en ik geloof dat dat nu is, dus het is echt vanavond voor ons, luidt het woord des Heren, zal ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn. En zij zullen mij tot een volk zijn. Dat is een geweldige uitspraak. Onze hemelse Vader, de God van Israël, zegt, te dien tijden, het is nu, zal ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. En dan gaat het om, zo zegt de Heere, het volk der ontkoming aan het zwaard vond genade in de woestijn. Israël op weg naar zijn rust. Even kijken. Ja, ik kom te zien, mijn leesbril wil niet erg. Oh. Van verre is de Heere mij verschenen. Ja, ik heb u lief gehad met een eeuwige liefde. Daarom heb ik u getrokken in goede tierenheid. Veter opbouwen zal ik u, zodra gij gebouwd wordt, jonkvrouw Israël. Opnieuw zult gij u tooien met tamboerijnen en uittrekken in vrolijke rijdans.
Gij zult weer wijngaarden planten op de bergen van Samaria. En wie ze planten zullen ook de vrucht genieten. Dat is ook heerlijk. Want de dag is daar dat de wachters roepen op de berg van Efraïm. Kom, laat ons opgaan naar Sion tot de Heere onze God. Want zo zegt de Heere, jubel van vreugd Jacob. Juicht over het hoofd der volken. Verkondigt, looft en zegt de Heere heeft zijn volk verlost. Het overblijfsel van Israël. Is dat niet schitterend? Dat vers 6 zegt op een dag. Want de dag is daar dat de wachters roepen op de gebergte van Efraïm. Dat vind ik zo mooi dat er mensen zullen opstaan van het 10-stammenrijk. En die zullen zeggen, hé, jongens, laten we optrekken naar het gebergte van Efraïm. Naar Sion, tot de Heer onze God. Dat in die harten van die Israëlieten wordt gelegd. Die tijd is aanstaande. Gaan we verder met vers 8. Zie, ik breng het uit het land van het noorden en verzamel hen van het einde der aarde. En dan zijn er onder hen blinden en lammen, zwangeren en barenden tezamen. In een grote schare zullen zij hierheen terugkeren. Onder geween zullen zij komen, onder smeking zal ik hen leiden. Ik zal hen voeren naar waterbeken op een effen weg, waarop zij niet struikelen. Want ik ben Israël tot een vader. En Efraïm is mijn eerstgeborene. Hoort het woord des Heeren, o volken, verkondigt het in verre kustlanden, zegt hij die Israël verstrooide, zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Want de Heere maakt Jacob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Zo komen zij jubelend op de hoogte van Sion en stromen toe naar het goede des Heeren, naar koren, most en olie, naar schapen en runderen. Hun ziel zal zijn als een besproeid hof. Lieve mensen, zijn dat geen geweldige woorden die we even zo lezen in die paar zinnen van Jesaja. God zegt, ik ben Israël tot een vader. Israël is mijn eerstgeborene. En hij zegt, roep het uit tot die kustlanden en daar die plekken waar ik mijn volk heb verstrooid. En zegt, en dat zeg ik ook vanavond, hij die Israël verstrooide zal het verzamelen en het behoeden als een herder zijn kudde. Geweldig is dat. Als je een goede herder hebt, die goed voor zijn kudde zorgt, is dat een lust voor het oog en het hart om te zien. Ik heb een vriend die schapenboer is in Zuid-Afrika. Als ik met hem wel eens over zijn velden rijd, dan is het een lust om bij hem te wezen, want hij kent zijn schapen. Hij zoekt ze op. Hij weet wat ze nodig hebben. Hij houdt van zijn schapen. Nou, en God is veel meer als een aardse herder. Nou, als hij omziet naar zijn schapen, is dat een lust. Want de Heere maakt Jacob vrij en verlost hem uit de macht van wie sterker is dan hij. Is ons volk niet onder de machten die veel sterker zijn dan wij? Wordt ons volk niet zo gecoördineerd op allerlei gebied dat we niet meer onszelf kunnen en mogen zijn? Dat alles mag in dat voor God vergeten land, want God wordt weggedaan uit onze samenleving. We hebben er andere goden voor teruggekregen, waarvan de grootste god de economie is. En ga zo maar door. Er is iets over ons land wat veel sterker is. Nou, daarin zegt God, zal ik hem van verlossen. Vind ik het zo mooi. Hun ziel zal zijn als een besproeid hof. Zij zullen nooit meer versmachten. Ik vind dat schitterend, want wat kennen mensenziel toch soms in de knoop zitten. Wat hebben we een hoop psychiaters. Wat zijn er veel praatgroepen. Televisieavonden worden ermee gevuld. Omdat die ziel van die mens niet besproeid is. Die ziel van die mens is droog, kurkdroog. En zo droog dat het hier daar kraakt en gebarsten is. Maar God zegt, ze zullen dat nooit meer versmachten. Vers 13. En dan begint het, hè. Als dat volk dat door begint te krijgen, dan verheugt zich het meisje in de rijdans. Jongelingen en grijzaars tezamen. Ik verander hun rouw in vreugde. Ik troost en verblijd hem naar hun smart. Ik laaf de ziel der priesters met het vet. En mijn volk wordt met het goede van mij verzadigd, luidt het woord des Heeren. Zo zegt de Heere, hoort de Rama klinkt klacht, bitter geween. En Rachel weent om haar kinderen. Zij weigert zich te laten troosten over haar kinderen, omdat er geen meer is. Dat is wat, als een mens zo diep bedroefd is, dat hij zich niet meer wil laten troosten.
dan ben je toch heel ver één. Ik heb wel van die mensen meegemaakt die je niet een arm om een schouder kon geven, omdat ze zich niet wilden laten troosten. Dat waren mensen die er heel slecht aan toe waren. Nou, zo is dat volk van God er aan toe momenteel. Het wil zich niet laten troosten. Maar God neemt daar tegen geen genoegen mee. Want zo zegt de Heer, vers 16. Weerhoud uw stem van wenen en uw ogen van tranen, want er is loon voor uw arbeid, luidt het woord des Heeren. Zij zullen terugkeren uit het land van de vijand. Ja, er is hoop voor uw toekomst, luidt het woord des Heeren. De kinderen zullen naar hun gebied terugkeren. Ik heb werkelijk Efraïm horen klagen. Gij hebt mij getuchtigd, zegt Efraïm, als een ongetemd kalf werd ik getuchtigd. Bekeer mij, dan zal ik mij bekeren. Want gij, Heere, zijt mijn God. Want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen. Nadat ik tot inzicht ben gekomen, heb ik mij op de heup geslagen. Ik ben beschaamd, ja, ook te schande geworden, want ik heb de smaad van mijn jeugd gedragen. En dan komt die schitterende tekst van vers 20, die mij altijd heel veel doet. Zegt God, is Efraïm mij een lievelingszoon? Een troetelkind dat ik zo vaak als ik van hem spreek gedurig weer aan hem denken moet. Daarom is mijn binnenste over hem ontroerd. Ik zal mij zeker over hem ontfermen, luidt het woord des Heer. Geweldig, hè? Die grote almachtige God, die onvoorstelbare grote God, die zich als een mens uitlaat en in zijn hart laat kijken. Richt uw merkstenen op, zegt hij tegen Israël. Zet uw wegwijzers neer. Zet uw hart op de Heerbaan, op de weg die gij gaat. Keer terug, jonkvrouw Israël, keer terug naar uw steden. Hoe lang zult gij aarzelen, o afkerige dochter? Want de Heere schept iets nieuws op aarde. De vrouw zal de man omvangen. Zo zegt de Heer der Heerscharen, de God van Israël. Wederom zal men dit woord zeggen in het land van Juda en in zijn steden, wanneer een keer heb gebracht in hun lot. De Heere zegen u rechtvaardige woonsteden, heiligen uw berg. Daar zal Juda wonen met al zijn steden tezamen, landbouwers en die met de kudde uittrekken. Ik heb het al een paar keer gelezen, deze paar versen. En dan raak ik daarvan onder de indruk. Vers 20 ook. Dat die God laat even in zijn hart kijken als een echte vader. Dat hij zegt, is Efraïm mij een lievelingszoon, een troetelkind? Dat ik zo vaak als ik van hem spreek, gedurig weder aan hem denken moet. Moet je je voorstellen dat God eeuwig aan ons denkt. Moet je je voorstellen. Als wij niet aan God denken, denkt hij wel aan ons. Als wij hem vergeten zijn, hij heeft ons niet vergeten. En dat woordje troetelkind, dat doet bij mij altijd iets naar boven komen met diepe dankbaarheid. Ik lag in het ziekenhuis toen ik geopereerd moest worden aan mijn hart met een man die had zwaar longkanker. Die had nog maar heel kort te leven. En deze man, dat hoorde ik. En ik stond met die man op een goede dag bij hem in de waslokaal. En ik moet hier ook aan de andere kant zeggen, ik was ook een beetje opstandig tegenover de Heer, hè. Ik was ziek en ik begreep het allemaal niet. Aan de ene kant was ik erg afstandig. Maar aan de andere kant dacht ik, die man, ik word nog wel beter. Maar die man, die gaat straks dood. Ik zeg tegen hem, ik ben een heilsoldaat. Mag ik een keer bij je op je kamer komen? Ik denk, ik die man altijd nog iets troostend brengen. En toen begon hij te huilen. En toen zei hij, ja, dat zou ik fijn vinden. Toen ben ik s'avonds naar hem toe gegaan. Maar in die tussentijd zei ik tegen God, daar sta ik weer met mijn open mond, met mijn klep los. Nodig mezelf weer uit bij iemand. En dan moet ik daar straks naartoe. Ik heb er eigenlijk helemaal geen zin in, want wat moet ik ermee doen? Hè? Want veronderstel u mijn gebeden niet verhoort, dan zit ik ook mooi verap. Hè? Dat soort dingen gedacht ik. Hè? Ik zeg maar, ik ga. Maar u moet zorgen dat ik elke keer een woord heb. Ja, wat brutaal, hè? Ben je telkens tegen God. Maar het is wel eens goed. Ik denk dat God daarom ook van me houdt. Hè? En toen heb ik de hele week met die man mogen spreken over het kindschap van God. En op de avond voordat hij stierf, toen zei ik tegen hem, heb je dat nou begrepen, Piet, waar ik het over gehad heb deze dagen? Toen zei hij, ja hoor, ik ben een troetelkind. Nooit wetende dat dat zo in Jesaja of in Jeremia opgeschreven stond. Dus toen ik het weer las vandaag, toen moest ik aan deze man denken.
Deze man die dacht van zichzelf, ik ben vanuit die kerk waar ik ben opgegroeid, losgeweekt, God losgelaten. En nou op het einde van mijn leven ben ik zo ernstig ziek en dat is nog mijn eigen schuld door het roken. Nou wil God niks meer van me weten. En toen mocht ik hem vertellen wie God is en wie Jezus Christus is. En dan hebben mensen hebben die altijd van die dingen, want als wij iemand tot de Heer brengen, dan moet hij het zondagsgebed bidden. Dan hebben we allemaal van die liturgische dingen opgesteld, hè. Maar daar trok God zich niks van aan. Want toen die man zei, ik ben een troetelkind, toen heb ik met die man niet meer gebeden en gezegd, geef nou je hart maar aan de Heer. Want ik denk dat hij dat toen zelf al gedaan had. Want als jij durft te zeggen dat je een troetelkind bent voor God, dat je al vrede hebt gemaakt met God. En toen zei ik, Piet, we hebben een geweldige God. Nou, denken mensen altijd als je met longkanker, dat je doodgaat, dat je stikt, dat dat heel kwaadaardig is. En dat is natuurlijk ook zo. Ik zeg maar, als kind van God, bepaalt God het einde van ons leven, niemand anders. Dat vind ik altijd zo mooi, dat verhaal van Stefanus, als hij gestenigd wordt, gooi ze hem niet dood hoor. In de laatste paar regeltjes staat daar het hele verhaal, en hij ontsliep, vind ik zo mooi. Ze konden hem niet doodgooien. En zo is het denk ik ook met de kinderen van God, als ons einde daar is, dat God ons laat inslapen. Zo is het ook gebeurd. En dan vind ik het zo fijn dat je soms in je bediening dit soort dingen meer mag meemaken. Ook met mijn eigen moeder meegemaakt, waarvan mijn oudste broer getuige is dat ook zij na longkanker gekregen te hebben moest sterven. En ik ook met haar mocht bidden. En ook zij van dat als een kind van God wordt door de Heer thuis gehad. Nou, diezelfde God zegt dat niet tegen een individu, maar hij zegt dat door de middel van Jeremia tot heel zijn volk. En dat is hoopvol. Want daarom kunnen die kinderen van Israël zeggen, er is hoop voor de toekomst. Want die kinderen van God zullen hun erfrecht en hun gebied weer terugkrijgen. En wat voor heel veel christenen niet zo van belang is, want veel mensen willen niet luisteren naar God als het betreft op Israël. Daar hebben we allerlei verschillende gedachten en meningen over. En dat is juist het trieste. Wat ik eigenlijk ook ontdekte bij het voorbereiden van deze lezing, dat als je in je Bijbel kijkt, dan staat er boven Jeremia 31 geen opschrift. Ik weet niet of het bij jullie zo is. Maar boven Jeremia 30 staat er wel een opschrift. Dus dan concludeer ik maar gewoon dat die Jeremia 30 en die 31 heel dicht bij elkaar horen. Want boven Jeremia 31 staat, 30 staat Israëls herstel. Staat dat bij jullie ook? Ja? En boven 31 staat niks. Heerlijk om gelijk te krijgen. Maar als we die twee hoofdstukken aandachtig lezen, dan begint Jeremia 30 met de benauwdheid van Jacob. Kijk, het is nooit zo, het is tenminste ook niet in mijn leven zo geweest, en de uitzondering bevestigt de regel, maar heel veel mensen die individueel tot geloof komen, die de Heer leren kennen, die doen dat meestal door een crisis. De meesten, niet allemaal, maar de meesten. Die hebben dan wat meegemaakt, erg, minder erg, maar ze hebben wat meegemaakt, waardoor ze op Jezus zijn, hun oog op Jezus hebben gevestigd. En hebben geroepen, Heere, hetzelfde als in wat er staat in Ezechiël 37 vers 11, dat lees ik even voor, want ik ken het me voorstellen, ik heb het ook in mijn leven meegemaakt. Onze beenderen zijn verdord en onze hoop is vervlogen. Het is met ons gedaan. Dat is ook een uitspraak. Maar God zegt in Jeremia 30 dat hij zijn volk door een benauwdheid zal laten gaan. Dat is heel interessant als je dat hele hoofdstuk eens doorleest. Want door die benauwdheid zal dat volk gaan roepen naar hun God. Want God heeft op allerlei mogelijke manieren heeft hij geprobeerd om dat volk naar zich toe te krijgen. Ik dacht vandaag, hij heeft even lang geroepen. Hij heeft het vast laten leggen in zijn woord. We kunnen het opstaan, we kunnen het lezen. We leggen die Bijbel weer dicht, we zetten hem in de kast. En denken, nou God, bekijk het maar even. We laten God gewoon schreeuwen. Roepen.
Dus als dat lokken nou niet werkt, zegt God ook het op een andere manier. Maar krijgen zal ik je. Want ik denk ook dat hij ons als het ware perst onder dat nieuwe verbond. Dat hij ons met de haren erbij sleept. En dat kan hij ook momenteel heel goed doen. Want 2000 jaar geleden stierf Jezus op het kruis van Golgotha. En hebben we allemaal geleerd dat hij daar gestorven is voor onze zonden. Amen. Amen. Goed. Maar Jesaja 53 zegt dat die straf die op Jezus kwam de oorzaak was van de zonde van zijn volk. Dat volk had gezondigd. Israël. Want Jezus hoefde eigenlijk voor mij niet te sterven, want ik was nog niet geboren. Dus, maar hij moest toch ergens voor sterven. Dus er was een oorzaak waarvoor hij naar het kruis moest. Dus dat volk wat hij had geformeerd, dat was in zonde vervallen, dat moest hij vrijkopen. En daarom liet Jezus zich naar dat kruis op Golgotha leiden en vastspijkeren. Nadat hij ontzettend vernederd is. Geslagen, gehoond. Als je Jesaja 53 leest, dan wordt het mij te moe. Want dan heeft Jezus wat voor ons verdragen. Maar gelukkig is in dat offer, in die tijd, geldt dat voor het verleden van Israël. Maar gelukkig hebben wij een God van de toekomst. Dat ook wij en al die nageslachten, want we hebben het gelezen in dat eerste vers van Jesaja. Dat mooie vers. Er komt een dag, te dien tijde, dat is vandaag, luidt het woord des Heren. Zal ik voor alle geslachten van Israël tot een God zijn. En ze zullen mij tot een volk zijn. Dat is een heerlijke toekomstverwachting. Dat God wil dat ook in deze tijd dat wij terugkeren naar hem als volk. Want ik denk als Israël niet hersteld wordt, dat het voor ons er ook niet best uitziet. Als God dat woord aan Israël niet waarmaakt, waar blijven wij dan? Ik voor mezelf beleid een Israëliet te zijn van het verloren huis van Israël. Maar voor heel veel mensen is dat maar een theorie. Maar voor mij is dat een zekerheid. Dat het woord wat God heeft neergeschreven aan Israël, dat dat voor mij geldt. En ik kan niet zonder Israël als hersteld koninkrijk werken en leven met God. Ik denk niet dat God ons, als we er niet meer zijn, als we sterven, dat hij ons in de hemel opneemt. Dat hij zegt, nou hier heb je een gouden stoel, een paar vleugeltjes en hier een psalmboekje en ga maar een beetje zitten zingen. Dat denk ik niet dat het zo zal zijn. Want we hebben een God die altijd creatief bezig is, die altijd creëert. God hoeft maar te spreken, het is er. Nou, ik denk dat hij ons ook daarvoor wil gebruiken. De eerste mens heeft hij ook niet voor niks op de aarde gezet, dat we voor hem deze aarde zouden bewerken en zouden beheren. Heerlijk die woorden, dat God, laat zeggen, zoveel duizend jaar terug, dat hij zijn volk zal herstellen. Maar het trieste van deze tijd is, dat niemand zoekt naar die schapen van God. Ezechiël heeft daar een heel hoofdstuk aan gewijd, Ezechiël 34, dat niemand zoekt naar Israël. Niemand is ook geïnteresseerd naar het volk van God. Ja, wil wel graag kijken naar de staat Israël en naar de Joden, wat maar een klein onderdeel is van Gods koninkrijk. Maar dat overgrote gedeelte, daar wil eigenlijk niemand naar zoeken. Mensen zeggen wel eens tegen mij, als ik over Israël vertel en dat wij daartoe behoren als Nederlandse volk, dan zeggen ze, ja, wat is het nou belangrijk? Is dat nou belangrijk? Ja, natuurlijk is het belangrijk. Alle beloften in de Bijbel zijn aan Israël beloofd. En door deel uit te maken van dat volk, wordt het ook ons deel. Als God zegt, ik ben de vader van Israël, ben ik zijn kind. Dat volk van Israël moet weer voor de dag komen. Ze zijn hun identiteit kwijtgeraakt. Als een vrouw vroeger van haar man scheidde, dan droeg ze niet meer de naam van die vrouw. Die vrouw droeg niet meer die naam van die man. Tegenwoordig hoor ik dat dat mag, dat je weer gewoon, dat is heel raar, is heel verwarrend ook. Stel dat Nel van me afgaat en ze blijft van loon heet, dat zou ik helemaal niet leuk vinden. Want ze is mijn vrouw niet meer. Dat is heel verwarrend voor buiten staat ook. Bij Israël was dat ook zo. Israël raakte de naam Israël, regeren met God, prins van God, kwijt. En ging anderen onder andere namen verder. Maar die naam die komt terug. Wat we hebben net gelezen in Jeremia 31 vers
18 en 19, dat dat volk in die benauwdheid tot God zal roepen en God zegt, hé, ik heb werkelijk Efraïm horen klagen. En wat klaagde Efraïm nou? Gij hebt mij getuchtigd. Mooi, hè? In mijn leven is het ook zo, dat God heeft mij menigmaal getuchtigd. En dan zegt Efraïm, bekeer mij, dan zal ik mij bekeren. Want gij, Heere, zijt mijn God. Dat is belangrijk. Als we tot de ontdekking komen en overtuiging komen, dat die God van de Bijbel ons God is. De God van Israël. Want nadat ik tot inkeer ben gekomen, heb ik berouw gekregen. En dat is ook zo. Ik heb berouw gekregen nadat de Heilige Geest mij mijn zonde heeft voorgehouden. En toen stond het er niet zo best met me voor. Nou, ik kon mezelf niet verlossen. Maar dan zei hij, daar heb ik een oplossing voor. Mijn zoon is daarvoor gestorven. Als je gelooft in mijn zoon, bezit je eeuwig leven. En het is zo erg, ik ben beschaamd, ja ook te schande geworden. En het is ook zo, als ik soms mijn eigen leven op een rijtje zet, dan denk ik, ja, ik heb God niet alleen mezelf, maar ook God te schande gebracht door mijn leven. Door zo te leven, dat ik net doe dat God bestaat. En dat ik schandelijk over hem spreek en schandelijk handel. Nou, en daar geneest God ons van. Hij heeft er mij van genezen. Dus niet een enkeling zal nu zeggen dat we bekeerd zijn, of bekeer mij, maar straks zal het hele volk Israël dat zeggen. Hebben wij geen grote God? Dat belooft de schrift. Als we Jeremia 3 vers 21 lezen, dan is het weer dat oor van God dat hoort en dat zegt, hoor op de kale heuvels klink wenend smeken van de kinderen Israëls. En Jan en ik hebben vandaag in onze binnenkamer op ons kantoor gebeden. En toen hebben we dat ook gedaan. Ik denk dat God ons ook gehoord heeft en vanavond hebben we ook gebeden. Want waar bidden wij dan voor? Niet alleen voor onszelf. Jeremia 3 vers 21. Omdat zij hun weg verkeerd gekozen hebben. De Heer hun God vergeten. Keert weder, zegt God, afkerige kinderen. Ik zal uw afdwalingen genezen. Zie, hier zijn wij, wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. En dit is de nood van ons volk, van ons eigen Nederlandse volk. En laten we heel dicht bij huis blijven, dat het voor ons Friese volk zal zijn vanavond. We hoeven niet eens zo groot te denken. Als het zover zou zijn, dat er ons getuigenis van die levende God van Israël, dat we dat Friese volk aan hun verstand kunnen peuteren, aan hun hart kunnen kloppen, dat zij zeggen, wij komen tot u, want gij zijt de Heere onze God. Dat zal toch heerlijk zijn. Dat zou prachtig zijn. Want een volk die tot hun God zegt en de God belooft, redding. Want die redding staat al vast. 2000 jaar geleden ging Jezus immers naar het kruis. Ik heb het hier opgeschreven, Jesaja 53 vers 8. Want om de overtredingen van mijn volk is de plaag op hem geweest. En dan denk ik er altijd bij, als we dat lezen, dan moeten we ook goed lezen wat er staat. Want dat volk waar die plaag op was, was Israël. Dus dat volk, daar gaat het om. We kunnen niet zomaar Jesaja 53 pakken en dat op andere volken van toepassing brengen. Dat kan niet. In de eerste plaats moet Israël weten dat die Messias voor hun is gestorven. En die waarheid van die bevrijding van het ganse volk van God, van Israël, daar wordt nou juist niet over gepredikt. En dat doet mij altijd verdriet. Want wat zal dat heerlijk zijn als dat Friese volk zal weten dat ze zouden behoren tot die stam van Issachar. Dat zal toch mooi zijn. Hè? Als u vanavond nou wegging en je zei, ik zie die broer wel eens achter zitten in Zwaagwesteinde. Maar dat ik vanavond nou eens gehoord heb dat ik mag behoren tot die stam van Issachar. Wat zou u dat nou vinden als u tot dat volk van God zou behoren? Wat zou u daarvan vinden? Behoren we daar toch toe? Jazeker. Gelukkig plek ik toch mijn eigen prochie vanavond. Hè? Hè? Dat is toch schitterend. Kijk, zo moet het zijn. Dat er voor zekerheid in ons hart zit dat we behoren tot dat volk van God.
En dat troost mij, want daarom weet ik ook dat het Friese volk op een dag tot bekering zal komen. Wel, dat gaat God doen. En dan heel Nederland en dan al die andere volken, alles op zijn rijtje. Want de plaag van Israël was op Jezus. Ook in het Nieuwe Testament begint de allereerste bladzijde al waarvoor Jezus kwam. Hè? Matthäus 1, vers 21b. Daar staat, dan zegt die engel, zij, Maria, zal een zoon baren en gij zult hem de naam Jezus geven. Want hij is het die zijn volk zal redden van hun zonde. Wat voor ons als kinderen van God ook van belang is, dat wij dat woord van God met aandacht, met respect en met verbeelding lezen. En dan kom ik weer op dat woordje te dien tijden. Dan moet je jezelf afvragen wanneer het, welke tijd is dat dan? Nou, en dan heb ik net gezegd, dan vinden we die woorden terug in Jeremia 30 vers 1. Dat gaan we ook even lezen. Vers 1 van Jeremia 30. Het woord des Heren, het woord dat de Heren tot Jeremia kwam, zo zegt de Heren, de God van Israël. En dat is van het grootste belang dat we dat weten, dat er niet zomaar een God aan het woord is, dat we daar niet alles voor u kunnen invullen. Maar die God van de Bijbel maakt zich in Jeremia bekend als de God van Israël. Wat ik ook zo mooi vind, hij zegt, schrijf alle woorden die ik tot u gesproken heb in een boek. Dat heeft Jeremia gedaan, vanavond kunnen we het lezen. En dan vind ik mooi in vers 3. Want zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik in het lot van mijn volk Israël en Juda, dus die 12 stammen, een keer breng, zegt de Heren, en een terugbreng in het land dat ik aan hun vaderen gegeven heb, zodat zij het zullen bezitten. Kan je haast niet voorstellen met al dat gekrakeel in het Midden-Oosten, hoe dat allemaal moet. Maar God heeft het vast laten zetten in een boek aan Jeremia opgedragen, dat hij zelf zal zorgen dat die kinderen van Israël dat land weer in hun bezit krijgen. En dan kennen ze nog zoveel willen, maar ze krijgen het niet voor elkaar. Wat Jeremia gesproken met de naam des Heren, dat gaat gebeuren. Want zegt vers 4, dit zijn de woorden die de Heren over Israël en Juda gesproken heeft. Het gaat dus om die 12 stammen. Want zo zegt de Heere, angstgeschrei horen wij, schrik en geen heil. Dat heeft Jeremia laten moeten opschrijven, God. En we kennen allemaal de uitspraak, in Modri zo Jeremiëren. Dus als Jeremia aan het woord is, dan is er wat een geklaag, wordt er over ons uitgestort. En dan gaat Jeremia 30 over in 31. Het gaat als het ware gewoon door. Dus van dat angstgeschrei horen wij schrik en geel heil. Dan gaan we over naar die prachtige verse van Jeremia 31. Ten dien daar. Nu. En God brengt zijn volk in de benauwdheid, omdat het volk in die benauwdheid naar God weer zullen zoeken. En een benauwdheid is helemaal geen pretje. Een vrouw die baart, vindt het niet prettig, al die weeën. Dat is niet leuk, dat is geen pretje. Maar als het kind gebaard hebt, is zij denk ik het allerblijste van alle mensen die daarbij betrokken zijn. Ik als vader heb zo dicht bij de geboorte van mijn dochter gestaan, maar ik heb niet gevoeld wat zij gevoeld heeft. Haar blijdschap is vele malen groter geweest dan die van mij. En zo denk ik het ook, dat het voor God is, dat God zijn volk door die verdrukking laat gaan, door al die dingen die over ons komen, en dat hij ons daaruit verlost. Want Jeremia gaat verder. In vers 6 en 7 van Jeremia 30 wil ik ook nog even lezen. We leven nou in die tijd van die benauwdheid die over ons is. Dan zegt God, vraag toch, ziet of een man baart. Waarom zie ik iedere man met zijn handen als een heupen, als een barende en heeft een gelaat als een lijkskleur gekregen? Vers 7. Wee, want groot is die dag zonder weerga, een tijd van benauwd is het voor Jacob, maar daaruit zal hij gered worden. God gebruikt een symboliek waar je, als je daarover nadenkt, dat je denkt zo. Als een man, als hij daar een man ziet staat met zijn handen in zijn heupen en met een lijkkleur, dan moet er toch heel wat gebeuren.
Want die man die moet baren en die man kan helemaal niet baren. En toch staat het uit, die man staat net of die moet baren. Dus die maakt alles mee wat die vrouw ook meemaakt, maar hij kan niet baren. Ik denk dat hij daarom zo in de benauwdheid raakt dat hij een lijkkleur krijgt. Dat is nogal wat. Nou, en als dat hele volk zo in die benauwdheid is gebracht, dat ze er zo ver aan toe zijn, dan zegt God, dan zal ik hun daaruit redden. Heerlijk, hè? En ik denk als we dat projecteren naar ons eigen volk, dat ons volk langzaam maar zeker in die benauwdheid gebracht wordt, dat wil zeggen, economisch worden we onder druk gezet door de andere volken in de wereld, door de internationale gemeenschappen. Je mag dus niet zeggen dat God een uitverkoren volk heeft, dat moet je niet doen, want je moet dus zeggen dat alles gelijk geschakeld is. God is niet de enige God, er zijn meer goden, er zijn meer wegen tot zaligheid en behoud. Je mag niet zeggen dat Jezus Christus de ene weg, de waarheid en het leven is, dat mag je niet meer zeggen. Dat is namelijk discriminerend. En discriminerend is een woord wat vorm in de mond van mensen ligt op de tong. Als ze iets niet naar hun zin is, dan is het jij discrimineert. Nou, ik heb geloof ik geleerd dat discrimineren onderscheid maken is, of niet? En ik doe 1000 keren per dag discriminatie. Als ik tegen hem zeg, wil je thee? Ik zeg, ja, zit, nou neem ik mijn suiker, hij zonde, dan maak ik al onderscheid. Dan discrimineren wij al, hè? Maar dat woord wordt zodanig opgeklopt en naar voren gebracht dat mensen van dat woord discriminatie bang zijn geworden. Ons land wordt overspoeld door allerlei nationaliteiten. En dat zal nog het minst ergste wezen, om die voor racist uitgescholden te worden. Maar zij nemen ook hun goden mee. Nederland staat vol afgodentempels, afgodendienst. Je kan geen tijdschrift of krant opslaan. Of er wordt vreemde goden gediend door middel van die occulte dierenriemen, noem maar op. We waren vorige week bij Doornbos in Hilversum. Toen hield hij ook weer een pleidooi voor tegen de pornografie in de telefoongids en zo. Je kan geen krant opslaan of dat komt ons al tegemoet. Amsterdam is uitgeroepen als hoofdstad van de homoseksuele, de gay stad van Europa. Nou, zover zijn we al gezakt. Maar als we lezen wat God zegt, wat er in die benauwdheid zal gebeuren, dan zegt God, op die dag zal het gebeuren, luidt het woord des Heren, dat ik het juk van het hal van hun hals zal verbreken en hun banden zal verscheuren. Vreemden zullen hen niet meer knechten, maar zij zullen de Heer hun God dienen en David hun koning. Ik zal verwekken. Puntje, puntje. En dan zegt vers 13, niemand is er die het voor u opneemt, Israël. En dan zegt God, voor een gezwel zijn er nog geneesmiddelen. Voor u is er geen genezing. Dat is wat. Overal is er een oplossing voor, maar voor Israël is er geen oplossing. Dat zegt God. Dat is wat. Voor u is er geen genezing. Want zo worden wij in die verdrukking gebracht. Economisch heb ik gezegd, financieel, daar gaan we op. Straks worden we onder die EQ gebracht. Er worden allerlei slinkse plannen bedacht om onze nationaliteit kwijt te raken. We mogen dus straks geen Nederlander meer zijn. We mogen geen Friezer meer zijn. We mogen niet meer van buitenpost zijn. We moeten behoren tot die één wereldregering. Want te zeggen dat je een Fries bent, kan niet. Dat is discriminerend. Is wat? Andere volken zijn hetzelfde als jij. En ga zo maar door. Maar dat zijn dingen die God over ons laat komen. En aan de andere kant weet onze regering niet hoe zij moet heulen met die wereldheersers. Wat hebben wij als Nederlandse volk niet betaald aan andere landen, aan dictators, miljoenen? Yasser Arafat als voorbeeld krijgt 45 miljoen om een haven te bouwen. Is er een grote terrorist te vinden als Yasser Arafat? Zijn er nog wel een paar op te noemen? Langs allerlei slinkse wegen zijn miljoenen, miljarden van onze belastingcenten gesluist
naar werelddictators die maar één ding op het oog hebben, ons Nederlandse volk van de landkaart uit te wissen. Hitler is het niet gelukt in de Tweede Wereldoorlog. Nu doen we het zonder oorlog. Nu doen we het op een hele andere manier. Er is geen hoop voor Israël. Als het naar de mens gesproken is. Want ook onze christelijke wereld heeft geen kans gezien om tegengas te geven. In plaats dat we gaan staan voor Jezus Christus en voor zijn woord, hebben we ons laten afleiden, misleiden, zijn achterop in zijn stoel gaan zitten bij de televisie en weten dan haar fijn te vertellen hoe het allemaal niet moet. Maar wie durft er nou met ons op de straten gaan staan en te zeggen dat wat er in ons land gebeurt, dat dat verkeerd is? Er zijn er vandaag de dag maar heel weinig christenen die dat durven. En je hebt er ook inderdaad moed voor nodig, want ze zullen naar je voorhoofd wijzen als je daar staat. Maar wij durven het. Want Jezus zegt, of God de Vader zegt, in vers 17, want ik zal u genezing schenken. De wereld wil het ons niet geven. Maar hij zegt, ik zal van uw wonden genezen, luidt het woord Jezus. Opdat men u ziel, de verstotene noemt, degene naar wie niemand vraagt. Het is een aanklacht van God. Ik heb hem niet verzonnen. Wij als gemeente van Jezus Christus uit allerlei verschillende kerken en denominaties zijn vanavond bij elkaar om naar het woord van God te luisteren. Maar in die groepen en kringen en kerken waar wij zitten en toe behoren, waar de leiders daarvan durven niet te protesteren. Dat is wat ik moet constateren. Als wij hadden opgestaan en daartegen zouden zijn ageren zoals onze voorvaderen dat deden, de vorige eeuw, die gevochten hebben voor scholen, voor christelijke scholen en noem maar op en zo, dat hebben ze ook gekregen. En dat erfgoed laten we zo uit onze handen wegnemen, omdat we bang zijn uitgescholden te worden voor iemand die discrimineert. En ga zo maar door. Nou, ik denk dat dat te maken heeft met die benauwdheid van God. Hij brengt ons als volk in de benauwdheid. De kerken lopen leeg. Mensen komen dan bij elkaar, dan is er weer een opleving. Dan zeggen ze, kom, we moeten met z'n allen naar Bottenblij. En dan gebeurt er bij Bottenblij weer wat, dan loopt daar de helft weer van weg. En dan lopen we naar de gereformeerde kerk, want er zit dominee Jans, want die kent het ook zo goed. En dan gaan we naar dominee Almirant. En zo schuift die christelijke gemeente over een soort dambord heen. Want ze willen allemaal het woord horen zoals het hun te pas komt, laat me eerlijk wezen. Dat willen ze. Als het me niet aanstaat, dat hebben we ook als onze avonden zijn en mensen komen bij ons en ze luisteren naar onze avond een keer en zeggen ze, oh nee, daar willen we niks meer van weten. Dat is zo dwaas, komen ze niet meer terug. Gelukkig was dat met Jezus ook zo. Dus gelukkig overkomt het niet ons, maar Jezus is het ook overkomen en hij waarschuwt ons. Maar het is ook zo dat we ook moeten leren dat we niet alleen de genade van God brengen, dat er heil is in Jezus Christus, maar dat er ook een andere kant van de medaille is, dat als we niet kiezen voor God, wat ons dan te wachten staat. Want we hebben niet alleen een lieve God, maar ook een rechtvaardig God. En als we het boek Joël lezen, waar we vanavond niet op kunnen ingaan, maar daarin leest, dan zie je dat daar wordt beschreven een atoomoorlog die zijn weergaan niet kent. En toen ik dit zat te schrijven, toen dacht ik, ja, voor 1945 hadden we geen notie van wat er in dat boek Joël beschreven stond. Hadden we geen notie van. We hadden het nog nooit gezien. Maar toen in Japan die twee atoombommen vielen, werd precies geprofeteerd en gedaan wat Joël had gezegd toen die bom ging. En dan zegt Joël, dan staat daar dat in die laatste dagen, dat er staat in die stormwind van God. Die stormwind van God. En dan moet ik even kijken waar ik het zo gezegd heb. En vers 22, 44 van Jeremia 30. Vers 32. Dan zult gij mij tot een volk zijn. En ik zal u tot een God zijn. Zie, een stormwind des Heren. Gramschap vaart uit.
En alles meesleurende storm op het hoofd der goddelozen zal zij neerkomen.